Dag, dames en heren. U zou wel denken, en wat krijgen we nu weer, hè? Ja, ik zal mij eerst even aan u voorstellen. Dat is wel zo netjes natuurlijk, hè. Dit is net zo beleefd natuurlijk, hè. Mijn naam is professor Bunknoot. Ja, professor Bunknoot. En ik zal u een hele goede toverspreuk leren, wat heel handig kan zijn in het dagelijks leven. Ga ik even storen? Wat is er, meneer? Nou, ik wil een let's play beginnen, maar wat doet u hier ik nou? Ik ga die mensen nieuwe spuuk uitvoeren. Ja, hallo, ik wil een let's play beginnen. Zorg je liever dat een intro, een toverspeuk voor de intro. Oké. Dat zal ik dan even doen, hè? Ga je gang. Ik heb wel zijn echte toverstok mogen hebben. Natuurlijk is het niet echt natuurlijk, maar moet kijken. Misschien handig voor het einde. Nou goed. Hallo jongens, wij zijn zes katten onder KVS konijnen. Wat al niet meer kijkt naar deze nieuwe Let's Play van Harry Potter Lego. Ja, 1 tot en met 4. We gaan nu verder waar we de vorige keer zijn gebleven. En de vorige keer zijn we gebleven bij... Pleisje, ja! Ja, ik moet er nog naartoe. Ah, ik heb het een heusje als ik denk, we gaan er weer flink tegenaan. Ja, we gaan knallen! Ja, nee, rustig jongen, rustig. Of denk om je hart. Denk om je hart. Hou je mond, man! Wat denk je nog niet, hè? Rustig, nee, rustig. Rustig, nee, rustig. Zeg, wie heeft die Bunknoot van stal gehad en wie heeft jouw gekheid van stal gehad? Ja, man, ik ben in een gekheidsband. Kijk uit, hè, hij draait op het open. Oh, rustig, rustig, nee, zo heb ik het niet bedoeld. Nee, maar ik wel. Oké, rustig, nee, rustig, je bent weer een beetje leuk. Beetje gas terug nemen. Beetje gas terug. Ja, ik ben nog wel. Waarom? Ga jij eens even met dat speelgoed eentje spelen? Ik ga wel eens even met dat speelgoed eentje spelen. Jij is een beetje groot dat speelgoed eentje. Ik ga het voor een zien, dit is hier. Zo hysterisch! En dat speelgoedje is voor Pleisje bedoeld. Ja, maar wie noemt ze honderd Pleisje? Oh nee. Hey. Oh, moet je daar kijken? Nou, ik ga er met het... Oh jee. Oh, dat moeten we weer repareren, jongens. Kom op, we gaan het repareren. Haha. Zo, ja hoor. Wat doe je dat goed, zeg, hé! Wat een beetje slapen, moet het lukken. Wat nou, je mond? Moet kijken, een doorgang! Harry, een doorgang! We kunnen er door! Ja, daarom heet het ook een doorgang, hè, Hermelien? Had ik jou wat gevraagd? Bij de hand! Kom op, Harry! We laten Ron hier achter en we gaan verder, bij Sapies! Ja, maar dat ben ik niet. Jij gaat niet met mijn toekomstige vriendinnetje ervan door. Toekomstige vriendinnetje, hè? Gaat wel, dames en heren. Nee, ik heb er al zelf voor moeten plegen, maar helaas ben ik weer terug. Nou, kom maar, Rie. We gaan verder we winnen op avontuur. Oh, kijk. Wees, oh, die is dat we goed moeten rennen, anders had ik het niet gedaan. Bedankt, Emily. Ja, bedankt voor later maar. Wat zit je nou weer stop te huppelen, gek?
Ja, ik weet het niet. Ik heb een beetje lang jeuk aan mijn voeten, Emily. Oh ja, hoor, meneer, wil je niet leuk jeuk aan zijn voeten? Nee, dat zal eens een keertje niet. Maar het is niet jeuk aan. Nee, laat me zien. Ik hoef het niet te weten, eigenlijk. Zo, en kan jij open? Ja, hij is dan wel klerenkist. Nou, jij nog zo. Harry, zeg jij ook eens even wat. Ja, wat moet ik zeggen dan, Emmeline? Ja, wat moet hij zeggen, Emmeline? Had ik jou wat gevraagd, spuit elf? Zo, gaat terug naar je hok. Nou, Harry, leid jij ons dan aan de weg. Ja, Harry, ik volg je. Later. Ron, doe eens even normaal. Harry is gewoon Harry. Ja, maar ook ons Harry. Is er Ron? Hij is al bij ons. Oh, gelukkig dat hij zonder ons wegging. Nee, dat doet ons niet klaar zijn. Dan gaan Harry en ik weg van jou. Oh, lekker gezellig. Ja, we zijn ook zo gezellig, hè, Ron. Ja, daar zijn die meningen over verdeeld, Harry. Jongens, ik wil niet veel zeggen, hoor, maar schiet eens een beetje op. Harry, jij moet niet zoals Ron zijn. Bij de hand. Nou. Oh, heel goed hoor, Harry. Kom, we gaan binnen. Denk maar, wat is dit? Harry, ik denk dat ik een beetje griepig ben, want ik zie sleutels die vliegen. Nou, dit keer heb je gelijk. Dat je sleutels ziet vliegen. Jij ziet ze altijd vliegen, maar nu heb je gelijk. Nu zie ik ze vliegen. Alleen, waar is die bezem? Volgens mij... instinct moet hier ergens een bezem zijn, maar ik heb geen idee. Harry, spook, doe jij ook eens even wat? Oh, dat Harry. Meneer, mag ik u... Oh, wat is dit? Oh, nee. Zo, ik wil die bezem, ja? Oh, ja. Harry, wat heb je gedaan, joh? Ron, haal jij even je mond en ga verstukken. Ik heb nog even geen idee waar en hoe, maar goed, dan merken we vanzelf wel. Oh jee, nog een beetje was niet zo. Zo, ik denk dat ik hier moet zijn. Oh, de student in Pearl. Weg jij, oorlapper. Ja, ga weg. Ja, die hele piepstem. Die had een ongelofelijke piepstem. Hoort hij dat ook, hè? Hij had een ongelofelijke piepstem, die jongen. Ja, die heb ik gehoord, ja hoor. Oh, is dat een heks naast me? Nou, dat speelt niet zo heel leuk. En dat flauw. Ja, jullie dachten ook, hè? Ja, nee, je moet een beetje zo gaan staan, dan gaat die sleutel vanzelf bewegen. Ja, dat heb ik nou ook gemerkt, hè. Nee, ik ga je pakken, sleuteltje. Hier ga je pakken. Ik moet even de besturing... Nee, dat is niet het goede knopje, René, want daar ben je toch een onwel aan het doen. Kom eerst op mijn hulp bezem. Oh. Kom op. Yeah. En daar gaat Harry Potter, jongens en meisjes. Dat is ongelooflijk. Dat is... Jij moet zakken, grote mol. Oh, zo moet je dat, oké. Okay. En denk nou ooit dat kusjes op mijn bezem stil. Zagen jullie dat, Marlene en Ron? Harry, ga nou onmiddellijk achter de sleutel aan. En loop niet zo de grote pot uit de boven. Oh, ik moet even kijken hoor. Ja, dat is prinsjes, dat weet ik nou wel. En dat is omhoog, maar ik wil naar beneden. Oh, ik zit even te kutten met de besturing hoor. Nee, daar was ik dus al bang voor. Oh, kom op. Hallo meneer, bent u een beetje dood? Nee, ik denk het wel.
Ja, ik kom hier niet doorheen. Godzijdank. Oh, kalleer, doe ik het fout. Oh, dit is echt een faalmoment hoor. Rob, probeer jij het eens, maar lukt het niet. Ik ga het eens even proberen, hè. Nou, mij lukt het zeker niet. Moet kijken. Rob, ga maar die bezem af. Laat haar nog een keer proberen. Nee, die gaat nog een keer, hoor. Ik blijf nu even heel laag. Ik heb het gevoel dat hij niet echt lekker doet. Of het ligt aan mij. Nee. Oh, god fucking damn it. Oh, was dat het? Ja, als ik dat had geweten, had dat maar veel moeite bespaard. Shanky, ik dacht, je moet net als in een film achter je sleutel aan. En op een gegeven moment is je zo dood, omdat hij dan was op natuurlijk. Ja. Oh, we gaan schatten! Zou jou dat leuk vinden eigenlijk? Toverschaking. Even waar, joh. Echt, joh. Zou jou dat leuk vinden, toverschaken in het echte leven? Dus net niet dat je het zelf met je joh. Jij bent. Maar gewoon koning en D2. En dat hij dan verzanden. Zet het onder in de reacties, hè. Zet alles wat je al kwijt wil, zeg maar. Zet het onder in de reacties. Dan zeg ik het nu niet meer. Weg jullie. Oh, je moet een poppetje zeggen, wat leuk hè. Oh, ja, ging jij. Henk, ging jij. Sorry. Ik ga wel op het paard. Ik hou van paarden, dus ik ga op het paard. Oh, paardengevecht. Oh, oké. Sorry hoor. Stomme helpmens. Hier, paard aanvallen. Nou, wat is dat dan? Oh jij. Zo jij. Ja, ga jij eens even. Oh, kijk daar eens. Kijk daar. En ja hoor, daar is weer een pion geboren. Oh. Oké, nou eens even rijden. Wat is er, Marien? Niks hoor, helemaal niks. Nou zeg je ook niet zo kattig te zijn tegen mij, ik heb je toch eens maar gedaan. Nou, dan zou er toch eens even bij moeten komen. Hallo meneer, waarom doet u niks? Oh. Ja. Oh, zo, wat een kajalte kind, hé. Hey. Zag je dat? Wat een kajalte kind. Hij mag toch mee, jongens! Kom niet. Hé, wat is dat? Ga jij niet even voor de spiegel staan, Harry? Hoe krijg je dat voor elkaar? Hallo. Oh, dat is een beetje heftige zin. Harry, help ons hieruit. Weet je, ik help even. Emily, ik denk dat we volgende dingetje moeten wegen hoor. En gevonden dingetje? Nou Harry, dat is jouw taak. Nou. Nou, je wordt bedankt, Emily. Nou, graag gedaan, Harry. Is jouw Harry Potter? Jij komt hier niet voorbij. Nee, dat weet ik ook niet van vol die.
Oké. Okay. Ah ja, ja, jij vervloekte potten! Ga terug! Oh. Goed zo, Aki! Oké, okay. Dat ziet er niet goed uit! Wat eigenlijk, Emmeline? Let op, Harry! Let op! Oh, die gaat ons raken! Is je... Jammer. Voldy, wil je daar eens even mee opbouwen, goede vriend? Ik ben jouw goede vriend niet. Sterf, Harry Potter. Nou, eerst jij, dan ik. Vervloekte Potter. Ga terug. Jij gaat net zo zuur aan jij komen als jouw ouders. Dat dacht ik niet, Voldy. Er zijn 7 films van me gemaakt, dus het zal me niet verbazen als ik... Wat razelijk eigenlijk. Ik ben een beetje bang, die schieten ze een beetje op. Vervloekte Potter. Nee. Nee. Ik voel me een beetje duizelig. Mami. Nou, net op een nippertje. Zagen jullie dat ook? Oh, nee. Stam. Ik heb hem. Moet even slikken. Ook als je wat vloekjes zijn. Dat lukt niet. Level compleet. Wij spelen, wij gespeeld. Waar het over aan? 87! Zo close was ik. Zo close, maar dat toch niet. Ja, het boeit me. Student in gevaar. Ja, je kent het wel, hè? Je kent het wel, hè? Dus, student in pro en student in gevaar. Ik denk dat dat te maken heeft met mijn andere spelbestand van het spel. Ja, daar ben ik wel achter gekomen. Ja, ik ben even slim jongen, hoor. Ja. Nou, het eerste jaar zit er alweer op. Dat is onze stem. Nee, Pergamentus? Ik zit hier, hoor. Sorry, ik had je wel gezien, natuurlijk. Hoe gaat het, meisje? Goed. Wees me stil, ik weet dat je nog moet herstellen. Kijk, dit suspect is in alles maken. Ze zijn verrukkelijk! Ik neem maar weer een beetje. Godverdamme. Godsmaak. Nou zit jij één. Toch. En jij één is voorbij. Hij zit overslaan. Ach, gelukkig. Dat vind ik eigenlijk wel het minpunt van elk spel. Credits die niet kan overslaan, moet je wel. Maar goed. Ups. Ik zal dus even kijken waar ik naar is. Even kijken. Oeh, ik ben wel bezig zijn. Oeh. Ja, eigenlijk is het leuk om het jaar 2 in te leiden met een nieuwe let's play. Ja, eigenlijk wel, hè, maar. Weet je wat? We maken even ietsjes langer een let's play van deze. En dan start ik gewoon intro voor jaar 2. Let's... Oh, wacht. Let's do! Ja,
Ik hoef geen intro te doen, hè, van ik heb een beetje een lekker stug commentaar, hè, lever ik, hè. Echt, geweldig, hè, geweldig. Of niet? Oh. Dat is die raar. Oh, dat is een punk. Punk. Ja, dat doet mijn docent ook al. Wat is dat voor mislukte bever? Dit is een snel vorm om commentaar te leveren. Excuus. Maar zou je potten niet terug gaan naar Zweden zijn, gebeurt het niet. Let op. Mooi slot. Ja, tot ziens, Harry Potter. Harry Potter. En dan hebben we onze grote vriend Ron. Zo. Met jullie, ja. Hij gaat er wat door. Potter gaat er wat door. Oké, dat was een heel slecht commentaar, die paar minuutjes. Oeh, dat was een zachte landing. Het nest. Ja. Wat heb jij nu? Je vader is wagen, dat hollen saaien. En je hebben we hebben van sjokken. Dat is aan. Nou, ik ga maar een eitje bakken. Ja, misschien gaan ze wat anders doen. Ron, wat moet Vrie eigenlijk doen? Rie, dat weet ik ook niet. Laten we maar even gewoon wat uitspoken, hè. Nou, dat is niks. Oh, nou, dit gaan we dus bouwen, Rie, moet je opletten. Oh. Wat gaat het worden? En het is... een traktortje! Ik heb altijd traktor willen rijden. Nu doe het aan de kant. Tuk. Ik heb een grote vrachtwagen, truk. Oh, gewoon, hè? Heb jij dat wel eens gehoord? Als hij op zijn plas omdrukt, dat je dan truk hoort in plaats van toet. Denk je niet, hoor. Oeh, dat traktortje is al heel snel gammel. Maar nu niet. Ja, jongens, ja, hier is traktortje Robbie. Harry, zorg jij daar even voor? Nou, weet je, ik doe dat. Ron, dat doe ik maar even, jongie. Ik ben namelijk heel benieuwd. Wat voor troep dit is wat in jouw thuis hebt? Troep? Hoe durf je troep te noemen? Harry? Maar mijn beste vriend, hè? Maar ik noem hem... Ik ben jouw verder. Nee, wel zo. Nou, dan heb je een kaartje rijden, hoor. Die dingen zo, hè? Oké, nou kan hier. Hoezo? Wat is er los? Nou, daar heb ik net al gereden in de buren, maar. Wacht even, kan ik gewoon naar binnen? Ik kan gewoon naar binnen! Oh, Harry! Huh? Harry, wat is dat?
900 was je zusje. Oh, Jenny. Oh ja, die is helemaal een stapel gek op jou. Is dat zo? Ja, die is helemaal een stapel gek op je. Ze heeft een hele zomervakantie over je gehad. Oh, wat leuk. Nou, wat je leuk noemt, ik werd er met chokken vol mee. Maar die boeken daar staan te springen, dus ik zal ze even helpen. Oh, sorry jullie. Nou, je wordt bedankt. Ron, je zoekt hem aan het huis. Nee, Harry, je goede vriend. Oh. Onze uil zat in de boeken. Ja, dit is eigenlijk een boekenworm, hè. Je bedoelt een boekenuil dan? Ja, een boekenuil. Wat een geniaal gevonden van jou, Harry. Ron, dat is niet zo moeilijk natuurlijk, hè. Nee, in principe niet, nee. Maar jij moet er mee opkomen, hè. Zo. Zo, mij. Oh. Ja, just like magic, Harry. Dat is nou magie, hè. Ja, dat is zeker magie. 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 Nou, dan gaan wij hier naartoe. Ik geloof dat er wat onder die bank zit. Nou, dan ga je dan toch even kijken, Harry. Nou, er zal niks onder die bank. Misschien zit er wat onder deze bank. Nou, ik heb nog nooit de bank zo stom zien bewegen. Dit is de wereld van een ripple, dat ben alles, ja ja. Gevonden. Jenny? Grote broer? Ze zijn grote broer tegen van Harry, hoor je dat? Ja, maar dit is een grote broer. Oh, Harry, oh. Ron? Is dit verliefdheid? Ik denk het wel. Het ziet er griezelig uit, dus het zal wel verliefdheid zijn. Ho, ho, ho! Het is zeker verliefdheid. Wat voor verliefdheid? Wie? Ik? Of hij? Nee hoor. Ik niet hoor, Ron. Nee hoor, maak geen zorgen hoor, Ron. Ja, rustig maar, Jenny. Ja, rustig. Laten we maar naar de bergjes weggaan, hè? Wat denk jij, Harry? Ja, dat is een goed idee, Ron, want ik ben wel benieuwd naar wat voor toverspelletjes we moeten. Wat is er met Jenny aan de hand? Oh, niet opletten, ze heeft verliefdheidsvirus opgelopen in de zomervakantie. Ja, eigenlijk sinds het moment dat ze jou zag vorig jaar bij het treinstation. Sorry, ik moet even mijn bril schoonmaken hoor. Zo, ja. Allemaal rode dingetjes boven je hoofd, Jenny. Ben je griepig of zo? Nee hoor, niet. Maar laten we naar de weg eens weer gaan, hè? Moeten we die eens even opsporen? De consumptie, Jenny. Even een beetje consumptie, meid. Sorry, hier. Ga wel, daar zijn geen consumptie meer. Nou, nee, dat zie ik niet zo zitten, maar kom op, ik ben een beetje moe, dus we gaan naar de weg eens weg, ja? Begrepen? Start het filmpje maar. Zeg, durf jullie wat dingetjes naar me te gooien? Het had wel bijna gewond kunnen zijn. Maar goed. Zo. Klaar, Harry? Oh. Ik heb een koffie idee. Zo, nu Harry. Wat ik hier? Nou, vooruit. En zo.
Mag het maar. Rons heeft zeker slecht geslapen. Maar nu is hij niet. Wat een griezelige zoontje. Dat is interessant. Ik ben al warm. Nee. Niet goed. Zeker niet goed. Hallo Harry. Oh, dat ziet er niet goed uit. Alsjeblieft, jongen. Ik heb geen drinken bij me, dus ik moet het overleven. Zo, René heeft geen drinken bij zich. Dat komt van Griekenland. Wel, dat van Nederland. René heeft geen drinken bij zich bij de tijdens de Let's Play. Het is zo bijzonder. Harriet, wat doe jij hier eigenlijk? Waar zijn we hier? We zijn eigenlijk op het laatst waar we niet mogen komen, Harry. Dus als je hier wat te zoeken hebt, een beetje snel graag. Harriet. Nou, als dat alles is... Harry! Nee, is hij toch dood? Nou, de enige in deze Let's Play. Ja, ik ben er weer, Hagrid. Werd opgegeten door die kist daar zo. Zo, dat zal nog nooit meer gebeuren. Wat is het? Ik ben geen dooddoener, dus we gaan weer naar boven. Hagrid, kom niet mee. Hier is eigenlijk geen donder te beleven. Nou, bezem. Hagrid. Ja, kom maar aan, nou, laat mij dat eens even doen, hè. Zo, dan ga ik nog wat in gaan gooien. Het is zo tussen een zwart. Lijkt meer op een herfstschaar of iets. Zie je net staan. Jongen. Eerst hebben we al grillen, dan gingen we wegrennen voor die dagen. Nou ja, maar ja. Oh, misschien, ja, natuurlijk. Daar moet je natuurlijk. Ja, jullie zagen het natuurlijk ook, hè. Nee, die kleine moet in die kistje daar, joh. Volgens mij is het de sleutel van de uitgang. Alleen maar, oh ja. Ja. Wist ik natuurlijk wel, hoor. Wist ik. We moeten hierheen, Harry. Alleen, fix jij dit eens even voor me. Harriet. Dat ga ik wel even fixen, hoor. Harriet, dat heb ik even gefixt. Ja, heel goed, Harry. En jou was het al. Wat had hij? Nou, magie! Echt wonderlijk! Alles goed verder, jongie. Nou, we gaan weer, hè? Oh shit, een spin. Ik ben dood voor spinnen. Ik zag toen ik heel klein was een muurtje lopen. Sindsdien ben ik wat voor spinnen. Logica. Een mier en een spin. Ja, tuurlijk. Daar kunnen we niet heen, Harry. Dus we gaan maar even snel naar de weg.
Dus, hey, ik heb Harry verzameld. Wat leuk. Zo. En daar stop ik deze Let's Play. We gaan de volgende keer kijken wat daar achter zich schuilhoudt. Is het een weg is weg? Is het weer zo'n geheimzinnige locatie? Dat zien we de volgende keer, want we gaan de volgende keer verder waar we nu zijn gebleven. En dat is hier. Ik hoop dat jullie na al die toestand met die gekke professor Beuken ontwassen, hè? Het is net alsof ik verouderd ben, maar dat ben ik nog niet. Ja, het was een hele toestand. Hele droge en waarschijnlijk ook slechte commentaar. Op een goede manier dan. Maar goed, vonden jullie deze video leuk? Nou ja, zet een reactie onder, hieronder. Geef een duimpje, deel het met je social media, je vrienden, collega's, je buurt. Aan wie je het wil delen natuurlijk, hè. Nou, dan zien jullie de volgende keer toch gewoon, hè. Nou, ik ga even op gepaste wijze afscheid nemen van jullie. Ik kan heel moeilijk afscheid nemen, want het blijft gewoon hartstikke moeilijk om af te gaan. Nee, doe ze normaal. Oké, je gaat gewoon afscheid nemen. De volgende keer zijn jullie weer terug bij Lego Harry Potter. Lego, één tot en met vier. Excuus, ik versprak me. Oké, ik zie jullie. Doeg, luidjes.